Vanaf 1881 hebben de gevangenen ingezeten. In de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers hem ingenomen en zaten hier verzetstrijders. Die zaten hier binnen. Alle cellen in zo zijn nog echt intact. Dus wie er vervelend is. Haha! We gaan naar binnen! Ik vind het wel heel leuk dat we weer iets kunnen doen, want ja, door corona en zo kan je eigenlijk helemaal niks doen. Je mag weer iets. We zijn begonnen met het vrijheidsontbijt. Ik zat tegenover de commissaris van de koning en dat was best wel gezellig. Uit heel Gelderland? Uit heel Nederland. Ik vind het geweldig. Die kinderen zijn helemaal top, joh. Dat ze zo gemotiveerd zijn om met het begrip vrijheid bezig te zijn. Alle activiteiten die ze ondernemen door het hele jaar heen. Geweldig, ja. Heel goed. Dus ik draag graag alles over aan de nieuwe generatie. Wat betekent vrijheid voor jou? Nou, best wel veel, want ik denk dat ik mag denken wat ik wil, zeggen wat ik wil. Zeggen wat je wil en je kan doen wat je wil met respect. Ik vind dat het ook voor kinderen is, want het is ook voor hun toekomst. Wat zou jij doen als je als kind racistisch wordt uitgescholden? Vieze zwarte. Slavin. Ga terug naar de dierentuin. Mes, steek, pijn. Ik vond het wel raar dat je zo met andere mensen omgaat. Ik vond het echt een hele mooie speech. Ik vond hem echt goed, want het greep ook echt. Een soort van alsof ik in haar schoenen stond, wat ze toen mee had gemaakt en zo. Mensen moeten beseffen dat wat ze zeggen pijn kan doen. Door wat ik heb meegemaakt, ben ik op sommige punten nog steeds ontzettend onzeker. Het zit zelfs zo diep in mij geworteld, dat ik er bijna niet van afkom. Heel mooi en ook wel heel ingrijpend dat zij zo gepest is met haar haar alleen al. En ik denk dat is wel, waarom doen mensen dat, vraag ik me dan wel af. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Het is onbegrijpelijk dat sommige mensen nog zo kunnen reageren. Ik vind het wel heel gaaf dat je er dan zo over kan praten. Mooi en inspirerend en dat zou ik zelf niet echt kunnen doen. Het is zoiets moois. Maar ondanks alle pijn en het verdriet heeft het me ook echt beren sterk gemaakt. Je leert ermee omgaan en gaat echt beter in je schoenen staan. Ik denk dat het belangrijk is om gewoon bewust te zijn wat hoe je met elkaar omgaat en dat het ook wel je vrijheid kan beperken als je niet aardig doet tegen iemand. Vond je dat, ontbijten met een veteraan? Ik denk dat het heel erg belangrijk is voor iedereen om dit soort verhalen te horen. Omdat je ook gewoon zo dingen leert van hoe het eigenlijk is om echt in oorlog te leven. En om die angst te voelen. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en koester het. Een beetje oorlog kent geen winnaars. En behandel elkaar met respect en dan komen we al een heel eind, denk ik, in deze wereld. Hey, smakelijk! Dankjewel. Bevrijdingsdag in de gevangenis. Nogal ironisch, wel grappig. Heel raar, je voelt je aan de ene kant heel opgesloten en aan de andere kant heel vrij ofzo. Je ziet natuurlijk door de cellen, zie je hoe klein ze eigenlijk zijn. Het is wel een ander soort omgeving waar je normaal, je zit helemaal opgesloten, je kunt geen kant op. Ik vind het wel voor een keertje vind ik het leuk, maar niet voor 2 jaar. Kan ik mezelf niet voorstellen dat je 5 jaar lang in zo'n kamertje moet blijven zitten en dan maar een uur naar buiten. Alle cellen, ze zien er precies zo uit als deze. Na die rondleiding dacht ik wel van, het is wel erg streng en alles hoe ze dat doen. En dan dacht ik wel van, nou, dat zou ik sowieso zelf niet willen. Ja. Ja, niet in dezelfde natuurlijk. Ja, jij denkt gezellig. En je komt er pas uit als ik het zeg. Zo. Ja. Haha. Vervelende kinderen. Voor mij is vrijheid dat. Ja, het zit in het woord, hè. Vrij kunnen bewegen, gaan en staan waar je wil, vrije meningsuiting, zijn wie je bent.
tegelijkertijd moet je ook wel weer respect voor de ander hebben. Want je kunt niet helemaal losgaan, zeg ik altijd, hè, voor wat je allemaal zelf wilt. Dus als je met elkaar erover hebt, spreekt, dus ook vrijheid van meningsuiting. Ja, dan kun je heel ver komen hoor, heel ver. Zijn we klaar voor 3, 2, go! Ik denk ook dat het door de corona dat je wel bent gaan denken van dat je naar school mag is al heel wat. En dat je mag sporten überhaupt, want dat hebben we een tijdje niet gedaan. Ga door wat jullie nu doen. Zo spontaan, zo heerlijk, zo onbevangen. Hou dat vast. Want vaak is het zo dat de buitenwereld die onbevangenheid van kinderen vaak probeert af te nemen. Hou dat vast. Yeah!